Nu het de laatste weken iets mooier weer is, zijn er in augustus een pak meer bezoekers dan in juli voor de 41 kunstwerken. Op 30 julidagen hebben we meer dan 20 regendagen gehad, dus dat is iets toch wat een bezoeker kan tegenhouden om naar Gent te komen, maar we voelen het herstel in augustus en dit wordt duidelijk al op dit moment goed gecompenseerd. Track duurt nog 3 weken en lanceert een paar nieuwe projecten. Zo stelt ze in het SMAK 10 kunstwerken tentoon van jonge kunstenaars tussen 16 en 21 jaar. Brandon maakte een kunstwerk onder de titel Niets dan woorden. De woorden refereren eigenlijk naar herinneringen. Dus ik ben van standpunt dat eigenlijk herinneringen, dat naarmate dat de tijd verstrijkt, dat er alleen maar woorden of beelden meer overblijven. Dus dat heb ik een beetje proberen reconstrueren. En sommige herinneringen vervagen door andere mensen, soms gewoon door de tijd en soms omdat je het zelf wilt verdrukken. De jonge kunstenaars krijgen na 2 weken workshop een plekje in de kunsttempel Het Smak. Voor de jongeren is dat natuurlijk een droom die uitkomt. Het is echt een buitenkans. Ik denk niet dat er al heel veel mensen van mijn leeftijd in Het Smak hebben kunnen staan. En ik ben zeer blij dat ik deze kans heb gekregen eigenlijk. Track hoopt op nog mooi weer voor haar laatste 3 weken.